een internationaal steunpunt voor de hulpverlening aan Venezuela. Waar komt die? Ja, dat is nog niet bepaald. We hebben wel veel eerder aangegeven dat Curaçao bereid is om als hub te dienen voor hulpverlening voor de Venezolaanse bevolking. We moeten nog kijken naar de modaliteiten en de voorwaarden. En van daaruit kunnen we zien van waar het wordt gevoerd. Bijvoorbeeld, we kunnen het vergelijken met de ondersteuning dat was verleend aan Sint Maarten. En dat was via de luchthaven, civiele luchthaven. Maar als we het over opslag hebben, moeten we ook rondom de luchthaven kijken, bijvoorbeeld onze vrije zone. Maar als er ook hulpverlening wordt gedaan, laten we zeggen via zee, dan moeten we kijken van welke van onze havens dat gedaan wordt. Een logistieke hub op het eiland, hoe zie ik dat voor me? Hoe ziet u dat voor zich? Nou, we zien het voor omdat wij natuurlijk buurland van Venezuela zijn. En we hebben een historische, culturele band met Venezuela. En we zijn er gewoon dichtbij. We hebben de faciliteiten om ondersteuning te verlenen. Dus straks zeggen invoer en dan weer uitvoer van materiaal, voedsel, medicijnen enzovoorts. Het snelste gaat dat via de luchthaven. Maar in grote aantallen dan moet dat wel via, laat zeggen, onze zeehaven, onze ports, gedaan worden. Maar nogmaals, we hebben nog geen officieel verzoek ontvangen. En vandaar dat ik nog niet kan aangeven hoe dat eigenlijk operationeel in werking gaat. Zijn de taken en verantwoordelijkheden tussen Nederland en Curaçao wel gedefinieerd? Nou, we hebben wel voortdurend gesprekken en we hebben hierover gesproken, ook met minister Blok. Maar natuurlijk, wanneer er een specifiek verzoek komt, dan kunnen we kijken onder welke voorwaarden en onder welke modaliteiten we, laat zeggen, die hulpverlening kunnen faciliteren. Dat is nog niet ontvangen. Wel zijn er, laat zeggen, via onze diplomatieke kanalen getoetst of aangekeken of wij wel bereid zijn om VS bijvoorbeeld te ondersteunen in hun hulp aan Venezuela. En ook NGO's die ons benaderen om te kijken wat wij kunnen aanbieden qua logistiek, luchtverbinding, zeeverbinding, opslag en misschien zelfs lokaal materiaal. En dat moeten we nog gaan uitzoeken. We zijn wel voorbereidend, moet ik zeggen, werk aan het doen. De taskforce, ambtelijk ook met lokale instanties, om te kijken wat we kunnen verlenen en wie bereid is om daar, te ondersteunen. Nou ligt Nederland 9000 kilometer verderop. Wij liggen zo'n 70 kilometer van de grens van Venezuela. Curaçao ligt dus in de frontlinie. Bent u bang dat een operatie als deze consequenties kan hebben voor het eiland? Ja, we zijn bewust en zeker zolang het regime van Maduro nog geen toestemming verleent, dat wij een of andere consequenties kunnen ondervinden. Dat hebben we ook aangegeven en vandaar dat ik ook zeg dat onder bepaalde voorwaarden en zeker één ding moeten we van schijn voorkomen dat hulpverlening aan Venezuela bevolking heeft te maken met politieke keuzes en ook vermijden dat er schijn van militaire operaties bijvoorbeeld om een van de voorwaarden aan te geven en dat dit volkomen civiele operaties moet zijn op onze luchtvaart. Dus we hebben het over de civiele luchtvaart en ook met civiele equipment. Dus dat is wat wij hebben aangegeven. We zijn eenmaal buurland, we zijn eenmaal als koninkrijk ook buurland en we staan voor mensenrechten, we staan voor hulpverlenen aan volkeren in nood en zeker als het gaat om een buurman, als ik het zo kan noemen, buurland, dan staan we toe bereid om dat te doen als Curaçao in nauw overleg met Nederland. Dank u wel.